Voorkennisopgave 4. Gegeven driehoek ABC met hoek A is 90 graden. Dan moet ik bewijzen. In een rechthoekige driehoek is het lijnstuk dat het hoekpunt van de rechte hoek verbindt met het midden van de tegenoverliggende zijde gelijk aan de helft van die zijde. Oftewel, de lijn die vanuit A naar het midden van BC gaat, die is gelijk aan de zijde BM en MC. A ligt in het midden, punt M, dus die twee zijden zijn gelijk. En ik moet nu eigenlijk aantonen dat AM is gelijk aan BM en dus ook is gelijk aan MC. En officiëler, AM is de helft van BC. Gaan we naar het bewijs. Ik ga de stelling van Thales gebruiken. Het kan ook met een rechthoek zoals in de vraag staat. Maar de stelling van Thales is, ja, ik vind hem leuker. Hoek A is 90 graden. Hier volgt uit, de stelling van Thales, dat A op een cirkel ligt met middenlijn BC. A ligt op cirkel met middenlijn BC. Het volgt uit de stelling van Thales. M is het midden van BC. Dus M is het middelpunt van de cirkel. Oké. AM is gelijk aan BM, is gelijk aan CM. Immers A, B en C, daar gaat de cirkel doorheen. M is het middelpunt van de cirkel. Nou, van elk punt op de rand van de cirkel naar het middelpunt is gelijk. En BM plus CM. BM plus CM, dat is precies de zijde BC. En dan volgt hieruit dat AM de helft is van zijde BC.